De Hendrik School is wederom opgeschrikt met een zelfdoding. Een leerling heeft zichzelf verhangen in de gymzaal. De school was door dit tragisch ongeval genoodzaakt haar deuren te sluiten. De leerlingen moesten zich op het terrein van de Surinaamse bank begeven. Een voorbijganger, een oud-leerling van de Hendrik School, Rodney Jamani, vertelt wat zich heeft voorgedaan. Hij is de mening toegedaan dat alle religieuze organisaties op de school moeten komen om wat hij noemt een zelfdodingsketen te verbreken. We mochten allemaal in deze omgeving het bizarre nieuws vernemen dat een kind heeft opgehangen. Sorry hoor, maar ik raak er emotioneel van. En ik wil meegeven aan het hoofd van de school of iedereen die belast is en die gekoppeld is aan de Hendrik School, dat alle religieuze mensen, voorgangers, een gebed doen op de school. Dat ze de keten eigenlijk van al dit gedoe even losbreken. Het kan niet, want ik heb ook vernomen dat dit de vierde student is geweest van de Hendrik School die door verhanging om het leven is gekomen. En ik vraag en ik doe een beroep op iedereen. Wees niet bang voor niks. De Heere leidt ons. En als oud-leerling wil ik echt van mijn hart, doe ik een beroep op iedereen die gekoppeld is aan de Hendrik School. Dat we met z'n allen bidden dat dit stopt. Een emotionele Rodney Jamani, oud-leerling van de Hendrik School. Hij heeft vanmorgen als voorbijganger onze cameraman te woord gestaan over het gebeurde op de Hendrik School. Een leerling heeft zich verhangen in de gymzaal. Het afgelopen schooljaar hadden twee leerlingen de hand aan zichzelf geslagen. Het ministerie van Volksgezondheid is zich bewust van het hoge aantal suïcidegevallen in ons land. Tijdens de suïcidepreventieconferentie die in oktober is gehouden, gaf minister Antoine Ilias aan dat dit vraagstuk complex is. De bewindsman benadrukte dat zijn ministerie het ontwikkelen van een effectief preventieplan niet alleen aan kan. PCS-directeur Raj Jagannathan Singh gaf ook aan dat vanwege gebrekkige financiële middelen heel weinig van het Nationaal Suïcidepreventie en Interventieplan 2016-2020 is gerealiseerd. Minister Ilias beloofde toen de nodige middelen ter beschikking te stellen.